straks even laten zien hoe ik het zelf heb gedaan. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij toevallig wel. Het is vandaag alweer donderdag 14 januari 2021. Het is nu 3:30. En ja, wat we gaan doen, geen idee. Rauw is nu even lekker met me en met mama aan het bellen. En we hebben net een telefoontje moeten plegen met de gemeente. Maar daar later straks nog meer over. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik sta even in de wc, want Roos heeft gewoon bellen met mama en met bedrijven. Dus doe ik mijn haar even zo. Ja, eens kijken. Wel een stuk beter dan wat het was. Ik heb namelijk gisteren zelf even mijn haar een beetje geknipt. Ik denk wel dat jullie het een beetje zelf ook kunnen zien. Een grote kliphoek op dit moment. Nou, ik ga het even verder doen. Maar ik zal eens even laten zien hoe ik het zelf heb gedaan. Zo. En dan laat ik het even aan de achterkant. Misschien is het een beetje ietsje pietje scheef. Maar liever scheef als helemaal niks. Zo. Nou. Geef even een duimpje of ik het goed heb gedaan. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. Is dat handig zo staan? Ja, het is alweer inmiddels bijna 5:00 en we gaan nu pas eventjes ontbijten, brunch, lunch. Ik vind alles prima. Nou, Roderick en die heeft een Turks, ja, ik noem het een Turks broodje. Lekker. Dus hou me dat even ten goede, maar ik heb ook dus mijn verse broodje kaas met ei. En Roderick heeft gewoon een broodje met ei. Ja. En met ei, met ronde ei, want die vind ik lekker. Nee, precies. Dus ja, en we hebben heel wat gedaan vandaag. Al Rodan. Ja, ook eet smakelijk. Ja, dank je. En jullie ook eet smakelijk. En Rodi heeft zo meteen nog wat aan jullie te vertellen. Ja, straks. Straks. Geen idee. Over dat er mensen zijn. Mm-hmm. En van de overheid die ons volgen, maar nog niet zijn geabonneerd. Nee, ja, doe dat dan even, ja? Tot zometeen. Zo, nou. Hi. Hi, ja. Ben jij er ook? Ja, jij ook, ben jij er ook? Dat weet ik niet, hè? Maar misschien is het wel mijn tweelingzus, als ik die heb. Maar oké, jij was gisteren gebeld. Toen was jij niet te bereiken. Nee. Door GND. Vandaag heb je die persoon opnieuw gebeld. En dat ging over een reactie op YouTube van Casper Zwart. Vertel daar eens wat meer over. Nou, Casper Zwart die is in hongerstaking op het Malieveld, volgens mij. Mm-hmm. En daar komt regelmatig eventjes wat overheidsdiensten kijken, hoe het met hem gaat, et cetera. Maar soms gaat er aan toe, denk ik van, waar gaat het over? In het betreffende filmpje, dat heeft hij zelf gemaakt en gepost. Er stonden dus 12 geuniformeerde personen omheen, plus nog een aantal ongeuniformeerden. En had 4 gasten met voldoende afstand uiteraard bij zich. In groepjes van 2 volgens mij. Yep. En er was een dame die wilde zich niet identificeren van de geuniformeerde aanwezigen. Dus ik had daar een opmerking over geplaatst op het kanaal. En dat had misschien iets anders gekund, maar ja, goed. Dat is even van, nou kijk, dit is heel raar. Van, je wordt gevraagd voor je legitimatie, dat laat je niet zien. Nou, waarom dan niet? Mm-hmm. Ja. En Casper die vraagt daar 7 keer om. Ik dacht, oké.
Ja. Dus daar was ik een beetje van, dat kan toch helemaal niet. Dus daar had ik wat commentaar op geleverd. Jij had commentaar geleverd, ik heb het nietje afgezwakt. Ja, precies. En sinds vandaag weten we ook dat... Dat, even kijken, hoe noem je dat? De overheid. Gewoon even de overheidsinstanties. Overheidsinstanties, die kijken ook op jouw kanaal. Ja. Dus dat is leuk. Dus, alleen ze abonneren niet, dat is wel jammer. Dus hebben jullie gewoon misschien een account of wat dan ook, weet ik veel wat. Mag. Abonneer, dat mag ook hoor. En een reactie plaatsen mag ook, het staat je vrij. Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker doen. Ja. Dus het betreft een dame heeft van de overheidsinstantie, of gaat krijgen of het al krijgen, mijn nummer. Dan kunnen we even babbelen. Ja, en misschien even eventueel... de spanning uit de lucht halen. Ja. Ja, kijk, ik vond het een beetje van, oké, met z'n allen tegen één. Dat vind ik niet eerlijk. Nee. Dus dan op dat moment, nou, daar kloppen dingen niet, dus dan ga ik wat dingen zeggen. Ja. Misschien is het wel handig, maar goed. Nee, maar ja. Op dat moment was het even van, oké... En je ziet een filmpje en vanuit dat filmpje geeft die persoon ook het en het een en het ander door. En vanuit daar kijk jij ook gewoon in je optiek van een beveiliger. Ja, van er is een onrechtmatigheid. Er wordt niet zeg maar aan de geest van de wet gehouden. Kijk, de letter van de wet is wat anders. Want letterlijk staat er dat en dat. Nee, maar het is de intentie van kijk, wat is nou de bedoeling? Nou, daar werd dus niet op geacteerd. Dus dan geef ik daar reacties op. Dus ik zoek op internet van naar voorbeelden van wat is dat nou precies. Dus ik kopieer, ja. Plak, ja, copy, paste allemaal erin. En dan krijg je een verzamelingetje van dingetjes. En dat is misschien niet zo bedoeld als het geschreven is. Nee, precies. Maar dat is ook gewoon weer een wijze les naar ons toe. Want omdat wij dus ook in bepaalde delen actief zijn in onze wijk. En dat is gewoon vrijwilligerswerk. En ja, weet je, daar moet je ook gewoon een voorbeeldfunctie van hebben. En dat is ook logisch en dat snap ik ook. Dus ja, dus bij deze, mochten jullie deze filmpje kijken, dan... Weten jullie ook dat wij dus geïnformeerd zijn en de overheid, jullie weten wie ik bedoel. Want het is een kleinschalig, abonneer gewoon eventjes. Want ik zie het wel aan mijn kijkcijfers, dat die erg sky high zijn en heel weinig geabonneerd. Dus abonneer, je weet hoe het moet en doe een duimpje omhoog en reageer eventjes. En doe vooral even juist dat belletje, want dan blijven jullie ook sowieso op de hoogte. Ja. Dus... Dank jullie wel dat jullie even hier naar wouden luisteren. Kijk, Roze ook weer bij. Ik ga deze inleveren lekker wapperen. Even. Ik heb het warm. Kun je even wapperen? Even deze looprichting. Kun je even wapperen? Wauw, heerlijk. Lekker. Ja, even zo'n waaier. Ja, die hebben we nog, toch? Even zo'n waaiertje. Oh, wauw. Ik moet even ergens aan denken. Ja, en als diegene kijkt, dan weet hij ook waar het over heb. Een waaiertje. Op het Malieveld. Ja, even deppen. Hè? Waaierveld. Ja, precies. Nou, ik ga deze wel even leveren. Dan heb ik weer even wat centen. Meer dan centen. Eurotjes. Eurotjes. Oké. Dat vind ik heel fijn. Jullie toch ook? Maar deze. Hoeveel centen zijn er? Heel veel. Nee. Ja, wat zou ik eigenlijk gaan zeggen? Ik heb geen idee. Ik weet niet. Ik ben gewoon even een beetje gedachteloos, denk ik. Ik sta wel in de winkel. En Rodi komt er aan. Kijk. Meer Eskimo. Hallo. Wat? Ik word toch niet verveeld, hè? Jij en jij je altijd, en dat weet je. Altijd. Ja, gewoon even hier naartoe lopen, weet ik. Ja, nou niet en niet lopen en we zijn in mijn auto, maar we lopen hier. Ja, ook goed. Toch, ja. Ah, avond, hoe gaat ie? Ja, lekker. Eerst is Frans roken, of niet? Alweer niet? Doe hem even te goed, hoor, als je hem ziet. Hoi. Godverdamme. Laat zien. Deze worst dus ook nooit kopen, want wij vinden hem gewoon niet lekker. Vies, waar? Echt. Wij vinden hem niet lekker, maar misschien. Laten we eens even goed zien.
Gewoon echt even die... Echt deze woest? Nee, eeuw. Waar? Pies. Huh? Ja, de hondjes, ja, maar wij niet. Ba. Eeuw. Hè? Wat? Salami worst vind ik ook niet lekker. Nee, ik ook niet. Dus. Salami? Nee. Hè? Is die van salami hard? Ik vind dat wel goed. Ja. Wel, ja, maar ik niet. Godverpilladiekes. Ja. Nou, we gaan gewoon even koekeloeren. Dat vind ik ook leuk. Gewoon kijken en heel veel kopen. Nou ja, heel veel. Wil ik ook wel weer niet zeggen heel veel, maar wel even. Wel iets kopen. Want ik wil weer het een en het ander proberen. Anders zou Karin niet zijn, hè? En die het niet uit gaat proberen. Nee. Dus dat. Ja, en ik laat Roderick het werk doen. Wat zijn nou? Ja, en er moet ook weer lucht bij. Ja, dat is altijd zo. Ja, aan mijn kant ook. Eerst is er ook lucht uit. Dus dat moeten we ook andersom dan maar even gelijk even doen dan. Als we toch het weekend bezoek hebben. Ja, en ik laat Roderick eens vandaag eens even lekker alles doen. Vind ik leuk. Dus even kijken hoe een man dit doet. En hier gaat weer een hoop commentaar op krijgen. Dit gaan mensen weer zielig vinden of asociaal vinden. En dat ik jou alles laat doen. Dus een keertje lekker rustig hè, voor mij, hè, dat ik niet stoor, hè? Hè? Wat zei je nou? Je vaker doen. Hoezo? Is leuk. Oh, is leuk, oké. Dus nou mensen, jullie horen het. Roderick die vindt dit leuk, als ik dus niet meehelp. Ja, gewoon lekker stil. Gewoon even lekker stil, gewoon lekker in zijn eigen wereldje. Maar jij bent ook sinds dat ik aan de Optimal ben, en ben jij ook in principe veel aan de Optimal, hè? Ja, dat is de naam, ik wel natuurlijk. Ik bedoel zo'n dingetje. Ja, welke? Ja, even de Mona, ja, welke? De framboos. De framboos, ja. 1,50. Niet duur. En dit hier voor een eurotje. 50 cent per stuk. Normaal zijn die dingen 2 euro. Lekker. De bananen moeten dus helemaal duur voor 17 cent. Toen denk ik dat er in de tas zit aan euro's aan waarde. Dus dit dan erbij. Laat dat eventjes en de mensen zometeen thuis eventjes uit. Uitvogelen. Oh, even geduld. Hoe zei je dat? Antwoord A. Meer of minder dan 50 euro. Dus ergens 50 euro. Maar dat komt. Ja, en dan B? B is het meer of minder dan 30 euro. Ja, en C? C is meer of minder dan 20 euro. Ja. Antwoord D is meer of minder. Gaan we allemaal minder. Antwoord A. Minder dan 50 euro. Kom maar erbij tussen de 40 en 50 euro. Antwoord B is tussen de 30 en de 40 euro. Antwoord C is tussen de 20 en de 30 euro. Antwoord D is tussen de 10 en 20 euro. Antwoord E is onder de 10 euro, 10 euro of minder. En antwoord F is 50 euro of meer. Oké, het zo. Zitten! Nee, zo heb ik jou niet opgevoed. Zag je zes om te...
Zo heb ik ook niet opgevoed. Zag je ze? Auw, dat was mijn lip. Je hebt gehad. Lovely, zachtjes zitten. Zachtjes. Goed zo. Jutty. Rustig, rustig. Ik heb nog niks. Rustig, rustig zitten. Ladies, zitten. Nee, zometeen. Nee, nee. Goed zo. Ja, heeft iedereen gehad? Ja, goed zo, een dikke knuffel. Hai, lekker ding voor mij. Hai, zo. Oh, wauw. Dit doe jij anders nooit. Dit doe je anders nooit, gek. Dit doe je anders nooit, hoe dan? Dit doe je anders nooit, hoe? Krijg je het voor elkaar in één keer. Hey. Oeh, lekker. Oeh, is je lekker. Dat doe je anders nooit zo op schoot zitten. Lekker hè. Laat het gewoon zitten. Hoe dan? Oké, het is klaar. Nee, niet meer. Wie? Nog meer knuffel? Jij? Kom dan. Ja, 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 ja. Oh, jij mag een knuffeltje van mij. Weet je wie kwam mee? Lovely, kom dan. Hai. Zijn fel op dat ding, hè? Heel fel. En jullie hebben en de twee, hè? Ja, maar het gaat om deze. Pak hem en die andere dan. Pak en pak die andere dan. Ja, dat is te moeilijk, want die ligt daar. En pak er alles even half bij voor mij. Hé, hé, hé. Wat er maar gebeurt. Ze viel van
laag, 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 laag. En toe. Zitten. Zitten. Nee, zitten. Zitten. Heb je horentjes of zo? Zitten. Gewicht heffen. We willen zo graag dat ding hebben. Los, 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 blijf. Nee, zitten. Zitten, 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 zitten. Geduld is niet je schoonste en niet je beste vak. Nee, en dat weet ik. Maar dat heb ik een beetje zo gecreëerd. Dat is een beetje mijn eigen schuld. Nee, nee, maar daarom wil ik hem er wel nu erin gaan knallen bij je. Zitten, zitten, zitten. Oh, dat is het. Zitten, nee, we gaan niet slijmen. Zitten. Even kijken wie het langste volhoudt. Wat ben jij? Laat maar ruilen, misschien helpt dat wel. Los, goed. Goed zo, los. Zitten. Zitten. Nee. Zitten. Want dit is ook hersenwerk voor jullie. Zitten. Zitten. Meneer, mevrouw Slijmbal. Meteen liggen. Misschien helpt dit wel. Hè? Wij gaan liggen, misschien helpt dit wel. Zitten. Maar het is onze favoriete speeltje. Al die ene, niet die andere, maar al die ene. Ik zie het verschil niet, maar goed. En de grootste drukkenmaker. En die hebben we al met 7 weken. En de rustigste die ligt voor mijn voetjes. Hoe dan? Alsjeblieft. Allebei. En ze willen van de twee die er liggen. Wil ze per se die ene hebben die jij ook hebt. Oh, lekker dingetjes zijn jullie ook. Ja, lieve, lieve, lieve allemaal. Wij gaan lekker de vlog afsluiten. Een keertje samen. Een keertje leuk. Dus vond je deze vlog nou leuk? Wat moeten ze allemaal doen, schat? Nou, duimpje omhoog en zo. Abonneren. Belletje aan. En een reactie achterlaten. Ja, en waar kunnen ze dat doen? In welk hoekje? Nou, voor mij dit hoekje hier. Ja, precies. Helemaal. Dus vond je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, doe het belletje aan en doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie ons morgen, of mij zeker, bij een gloednieuwe vlog. Dus een dikke toet op jullie snuit en tot morgen. Doei!